Het filiaal van deze maand bevindt zich deze keer in Amsterdam. Amsterdam is een grote stad en heeft twee verschillende wijken. Eén van die wijken is Oud-West. Dat ligt dicht bij de Jordaan. En daar bevindt zich ook mijn filiaal, Albert Heijn Jan van Galenstraat. Het is een typische volksbuurt met een grote verscheidenheid aan mensen, zoals allochtonen, bejaarden en jonge gezinnen. Ook hebben we nog wel eens te maken met buurtproblemen. Vooral de mensen die boven ons wonen. Die hebben nog wel eens last van ons. Hier Carolien, pak jij die microfoon aan. Hé, en die jas hou ik zelf. Uit mijn bed gedenderd door die rotzooi. Wanneer houdt het nou eens een keer op met die bel? En die rotzooi, moet je eens kijken, zitten we de hele dag tegenaan te kijken. Wij hebben over het algemeen van de meer klachten van klanten gehad, ook van bewoners boven en bewoners naast ons. Wij onderkennen deze problemen, want inderdaad, je zal er maar boven wonen. Ja, mag dat? Mijn collega's bij de houtbaar mogen het dan vaak best zwaar hebben. Wij bij de kassa hebben er het volgende op gevonden. Ten eerste, iedereen werkt parttime achter de kassa. Dat bevordert de concentratie, vermindert het ziekteverzuim en, hoog in het vaandel staat, de werkvreugde. Niet waar, dames? Ja! Toch weet ik niet zeker of ik dit jullie wel kan aanbevelen, want er zijn zelfs klanten die zo gecharmeerd zijn van onze kassières dat ze zelfs liefdesbrieven sturen. Lieve Diana, ook al wil je me nu niet meer zien, ben je, geloof me, een engeltje uit een doosje. Je bent ook zo'n leuke, aantrekkelijke jonge meid. Ik ben een man, ik heb ogen gekregen en ik kijk graag naar je. Diane, ik heb hier een presentje voor je. En dan nu de trekking van de winkel van de maand die rond week 15 aan de beurt is. Je weet, volgende...